Hij rijdt voor het eerst deze ronde van Spanje rond in de rode trui. Alberto Contador, en hij verdient hem na zijn aanval van gisteren, die het gezicht van Joaquim Rodriguez deed veranderen in dat van een oorworm. Vandaag komt er een sprint. Goed, er was een kopgroep met Martijn Keizer erin, maar die wordt teruggepakt. Want Degenkolb wil natuurlijk voor de vijfde keer deze ronde een sprint gaan winnen. Nou, jammer, dat lukt niet. De Duitser van de Nederlandse Argosploeg komt boven in beeld te laat. Het gaat tussen deze mannen. Rechts in het zwart met de blauwe helm Ben Swift, een Engelsman. Maar in zijn wiel zit een man te gniffelen, een slimme Italiaan. Volledig in de luwte. Hier komt hij er pas uit, aan de binnenkant, langs de reclameborden. Daniele Benatti voor Swift en Davis. Dat is de top 3 in Valladolid. En hier zien we hoe het moet. De nog jonge Engelsman van Sky denkt het te gaan redden, maar Benatti komt uit de luwte, komt er langs en is er precies op de finish voorbij. 1 Benatti. Hij wint net zoals vorig jaar in de slotfase van de Ronde van Spanje een etappe en is daarmee dik tevreden. In de top van het klassement verandert niets.